In dit filmpje gaan we u uitleggen hoe u het pompje kunt vervangen van een Rensilio Silvia. Veel voorkomende storing. Een paar tips en trucs. U kunt zien dat het best makkelijk is om hem te vervangen. Tevens gaan we de drukslang vervangen die van het pompje naar de boiler gaat. Want ook die is vaak na een aantal jaar wat slechter en kan scheuren en gaan lekken. Nou, we hebben niet eens heel veel gereedschap hiervoor nodig. We beginnen met de kruisschop. Want daarmee kan ik de vier schroeven van de deksel loshalen. En ik heb hier een V3. Variant 3 van de Silvia, derde generatie. Maar eigenlijk is dat bij alle machines hetzelfde ongeveer. Dus dat kan niet zoveel verschillen onderling op een enkel detail na. Deksel eraf. Nou, als we deksel eraf hebben, dan kan ik hem even op zijn achterkant leggen. We zien hier onderin een uitsparing. En als ik daar zo meteen met mijn Philips 2 schroevendraaier doorheen ga, dan kan ik daar een schroef in losdraaien. Draai ik een paar slagen los. Ja. En vervolgens pak ik Philips 1. Dan draai ik deze boven voorin los. Dit is een V3. Daar zit hier al een uitsparing in om hem los te halen. Hoef ik ze niet helemaal los te schroeven. En heeft u weer een oudere machine, kan het zijn dat u het hele schroefje eruit moet draaien. Maar dat is gelukkig het werk niet. Met deze tips van de behuizing verwijderen maak ik het namelijk een heel stuk makkelijker. Dus ik ga een tussenschot verwijderen. Achterste boutje nog iets losser maken. Het nadeel is, het is een beetje lastig te zien achterin. Dus ik moet het op gevoel doen. Ja. Ik draai hem gewoon bijna helemaal los. Zo. Kijk, nou zit hij los. En dan kan ik hem omhoog tillen. Pak ik hem aan beide randen beet. Dan maak ik hem iets uit elkaar. Achterkant eraf. Nou, dan hebben we nog het schot waar het waterreservoir in past. Ook die kan ik heel makkelijk loshalen. Deze schroeven zit ook een klein kartelringetje aan. Leg hem even voorzichtig neer dat hij niet kwijtraakt. Zo, die is er ook. Nou, dan zijn we bij de pomp. En op de pomp kunnen we eigenlijk altijd het jaartal of productiejaartal zien. Deze is van 24 mei 2012. Nou, dus de ouderdom valt nog wel mee. Gemiddelde levensduur opgegeven door Ulka is zo'n 10 jaar. Nou, deze heeft het niet helemaal het volgehouden tot die tijd. Dat kan gebeuren bijvoorbeeld door drooglopen. Dat is eigenlijk het slechtste voor de pompjes als er geen water doorheen loopt. Dan wordt hij eigenlijk ook doorgekoeld door het water dat erheen gaat. Dan slijt hij heel hard, gaat hij kapot. Pak de slang, de aanzuigslang eraf. Kijk, is hij aan deze kant al los. En we zien hier een drukslang zitten. En die zit vanuit Rensilio zelf altijd hier met een mannelijke koppeling erin. Ja. Dus in dit geval steeksleutel 13, denk ik, die hierop gaat. Ja. Draai die los. Kijk, en we zien ook wat er gebeurt. Hij wringt zich hier helemaal op. Dus dan moeten we even iets anders losmaken. We gaan beginnen bij de pomp. Verdrading los. Ook dit zal dan 13 zijn. Ik pak een kleinere steeksleutel. Die zet ik even op het haakje. Dat is mooi. Pas 10 op. Kijk, dan pak ik beide steeksleutels bij elkaar. Er komt eigenlijk helemaal geen kracht te staan op het pompje. Dus wilt u de slang vervangen en niet is het pompje nog goed, dan kunt u dat pompje heel houden. Zo. Kijk, het pompje eruit halen. Het pompje zit een thermostaatje die eigenlijk voor zorgt, mocht het pompje te heet worden, dat hij uitschakelt. Ik kan hem heel gemakkelijk loshalen. Die leggen we opzij. Die hebben we dan zo nodig. En het pompje. Eerst even de oude leiding er nog uithalen. Dat gaan we zo anders oplossen, want eigenlijk sneuvelt het pompje altijd, of het slangetje altijd hierbovenin. Heel gemakkelijk op te lossen. Een setje daarvoor met 3 onderdeeltjes, het slangetje en 2 koppelingetjes. Dat is veel makkelijker te monteren en te demonteren. Bijna los. Die kan weg.
Ik begin even hiermee. Kijk, dit is de vervangingskoppeling. Ik pak eerst de 2x1/8 koppeling. Die ga ik hier bovenin inzetten. Op de slang zijn konische verbindingen, die klemmen. Dus daar hoef ik geen lock seal in te gebruiken. Maar voor de draadverbinding wel. En hier gaat een draadverbinding in. En het is 1/8 gasdraad. En ik adviseer dat te doen met een lock seal en niet bijvoorbeeld met teflon tape. Want de teflon tape is eigenlijk iets te dik voor het fijne draad. En een klein rondje eromheen hoeft helemaal niet zo dik erop. En vervolgens in het overdrukventiel van de Sylvia. Dat is dan weer 12. Dan komen alle maten tegen in de Rancilio. Ik zeg het ook al in andere filmpjes. Zorg voor een goede kwaliteit gereedschap hierbij. Want als je dit met slechte kwaliteit steeksleutels doet en het zit flink vast. En het draait alle messing koppelingetjes gewoon kapot. Doe het ook niet met een tang of een bako. Gewoon goed passend gereedschap. Het is een investering die zich terugbetaalt. Want die doet er uw hele leven mee. We zijn er bijna. Er zit een beetje lock seal in, dus ik hoef hem niet heel strak aan te draaien. Die zit erin. Nou, pak vervolgens het pompje. Daar doe ik de haakse 1/8x1/8 koppeling in. En een druppeltje lock seal erop. Lock seal, nou, moet straks ongeveer even een kwartiertje, 20 minuten goed drogen voordat we het helemaal terug kunnen gebruiken. Kijk, ik kan hem af en toe een paar keer zo heen en weer draaien. Dat is helemaal mooi door het draad heen verdeeld. Zit er nou te veel op? Zit nou iets te veel? Kan ik het met een doekje weghalen? Ik kan het ook laten zitten. Het kan niet zoveel kwaad. Tuitje altijd weer schoonmaken. Topje erop, die hebben we niet meer nodig. Nou, op het pompje zit eigenlijk meestal een topje. Als ze nieuw zijn, die haal ik eraf. Zie je even het verschil met het oude pompje. Dit is een EX5. Die heeft een bronzen schacht. En alle pompjes die we leveren zijn met bronzen schacht. Dat heeft twee redenen. Het is makkelijker te monteren, want het is veel sterker dan de nylon schacht. En hij voert de warmte iets mooier af. Nou, die kan weer in de eerste beugel. Vervolgens gaan de draden er weer op. Op de manier zoals ik ze ook had. Dat is bij deze makkelijk te onthouden, want het thermostaatje zit aan de kant van de 0. De draden zaten bij deze onderop. Dat is makkelijk met de EX of met elke pompjes. De schacht kan hier in deze nylon bus draaien. Dus ik kan hem zo deze vasthouden omdraaien. Die zet ik alvast weer in de rubbers. Kijk, zo kan ik hem eigenlijk alle kanten opdraaien. Nou, laatste pak ik het slangetje. En dat zijn dus knelkoppelingen. Er hoeft geen lock seal tussen. Sterker nog, we moeten er ook niks tussen doen. Want dat gaat alleen maar tot een lekkage leiden. Kijk, en het voordeel dat ik nu twee kanten heb die ik vastgezet, is dat ik het pompje wat mooier zo kan vormen. Zo. Ik schuif ietsje op. Hij raakt de behuizing niet, dus hij vangt nog mooi in de rubbers de trilling op. Vast, niet te strak. Beneden gebruik ik weer een steeksleutel op de haakse koppeling. Wel nog die kant op draaien. Nou, kan de slang er weer op. Nou, pompje is nu gemonteerd. De behuizing kunt u uiteraard weer in de omgekeerde volgorde terugmonteren.